De gemeente Werve en Os, vrijdagmiddag. Niet alleen vuilnismakers dit keer, maar een hele hoop politici op die gemeente Werve. En de verkiezingsborden. Op de gemeente Werve wordt vandaag de aftrap gegeven van de verkiezingscampagne voor Os. En dat doen de politieke partijen dit keer door gezamenlijk de verkiezingsposters te plakken, zodat ze straks niet meer door heel Os hoeven te crossen. Maar er is één partij die niet meedoet en dat is de SP. Ik sta hier bij wat politici, dus Gebert Lucassen van GroenLinks. Gebert, waarom doen jullie dit? Wij doen dit omdat we het heel goed vinden. We willen met z'n allen het beste hebben we voor de gemeente Os. En we gaan elkaar bestrijden de komende paar weken. Maar nu een gezamenlijke aftrap als gezamenlijk initiatief op een positieve manier willen laten zien dat we aan de campagne gaan beginnen. Maar de grootste partij doet niet mee, de SP, met 11 zetels. Dat is heel erg jammer. Ik vind het ook een erg zure reactie van de SP dat ze niet meedoen. Ze geven als reden van ambtenaren. Nou, we hebben zelf gezien. Wij waren bijzonder snel klaar met plakken. Ambtenaren was het totaal niet nodig. Ja, ja. Want de SP die zegt van wij doen niet mee omdat de gemeente die hoort... De politieke partijen moeten dat zelf doen. De gemeente hoort dat niet te doen. Er moet geen gemeenschapsgeld naartoe. Dat horen de politieke partijen zelf voor een rekening te nemen. Die moeten zelf de stad in. Daarom hebben we ook zelf geplakt. We vinden het helemaal niet nodig om dan met allemaal auto's door dorpen en de steden te rijden van onze gemeente. We sparen ook het milieu enigszins. En wij hebben gewoon met z'n allen dit gedaan. En het ging hartstikke goed en heel erg snel. En die missie. Geweldig.